in 1653 hebben ze een route gemaakt van Delfzijl naar Grunentouw, hier ook over het Damse Dijp. En ik stond bij de veerhoes. Dan moesten die schip, de bootjesvolk, dat moest vroeger hier betolden. En dan kon ze de boten hier aanleggen. En dat was echt een probleem. Als je door en meer draait, keer ik door het Pier Til nog zijn, dan kwam die trekschuit, die snickers, die vouwden door zo langs. En dan kon het Pier zo over die Pier Til heen. Maar dan kwamen ze hier in Daam. En dan moesten ze hier betrokken bij de veerhoes. En hier hadden ze geen joogpad. Dus moesten ze boom zo door Daam, over het Daamse Dijk heen, dat ze aan het boetenkanen van Happingen aankwamen, weer een joogpad was. En dan gingen ze weer verder richting Delfzijl.